Ja, ik werd vanmiddag op mijn werk kreeg ik een foto in een appgroep dat er hier een vrachtwagen achteruit de tuin in was gereden en de gevel van het huis en de hele schutting dus heeft omvergereden. Hoe kan dat? Ja, het staat hier niet goed aangegeven blijkbaar en sommige chauffeurs die dit voor het eerst doen, die rijden dan op hun Google Maps blijkbaar en dan word je hier dus langs geleid. En dan komen ze hierin en vaak ontdekken ze dat, dit werkt niet en rijden ze terug. Maar deze man probeerde het toch nog een paar keer en toen kwam hij dus knel te zitten. Dan reed hij achteruit dus de tuin in. Dus gewoon een soort blunder eigenlijk. En wat dacht je toen je deze ravage aantrof? Ik dacht eerst, is dit mijn huis? En toen heb ik nog 3 keer ingezoomd op die foto en toen bleek het dus mijn huis. Ja, dat was toch wel, ja, het was echt wel schrikken. Maar ja, uiteindelijk als je hier komt, dan wordt alles overgenomen en snel opgepakt en dan... Dan wordt het al snel een soort berusting, zeg maar. Was op dat moment niemand thuis? Nee. Kinderen waren bij de opvang, wij waren aan het werk. Dus de eerste vraag die men nog stelde, god, ligt er niemand onder die muur? Maar nee, dus iedereen is veilig. Het is nu een soort halve rampplek geworden, maar als je goed om je heen kijkt, het ziet er behoorlijk nieuw uit allemaal. Ja, nee, we wonen hier ook nog geen jaar. En, dus typisch is ook, we zeggen vaak tegen elkaar, god, wat hebben we goed voor elkaar hier. En dat is ook zo, maar dit is eventjes een streep door de rekening, maar tijdelijk. Want wat ik zeg, dit wordt opgelost. Hoe nu verder voor jullie? We hebben zaterdag een buurtborrel hier in de tuin, dus dat is een beetje lullig. We wilden het showen, maar het ziet er nu wat slecht uit. Nee, de verzekeraar heeft het opgepakt en die pakken hartstikke hard door. Dus ik denk dat dat niet heel lang hoeft te duren. Dat we in een paar weken de boel weer gemetseld hebben of zien. En dan kunnen we weer lekker in de tuin zitten. Maar ze hebben ook geen bier en frisdrank laten liggen? Nee, helaas niet. En misschien dat er nog een bloemetje komt of een andere compensatie. Maar dat wachten we keurig af.